Nou, dan zakt de grond onder voet weg, eventjes. En dan kijkt elkaar aan, de man en ik, en dan huilen eventjes. En dan, ja, en nou? Nou, en dan gaan ze vertellen van wat de mogelijkheden zijn. En medicijnen, bestralingen, chemo's, maar dat ze dan al moeten gaan onderzoeken. En dan hebben wij een keuze, dus wij zeggen dan van, dan gaan wij mee. Ja, er zijn sommige mensen die dat vragen aan mij. Van, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Ja, met mij gaat het altijd goed. Met Jannie gaat het wat minder, zeg maar. Zo gaan we daarmee om. Ik geef ook altijd aan de patiënt aan, ja, dat zij degene is die de kwaliteit van leven bepaalt, hè, wat dat is. En dat we die behandeling inzetten en kijken hoe het met die patiënt gaat. Of de bijwerkingen verdraagzaam zijn. En zo gaan we het proces in. En dat ze ook ten alle tijde kan beslissen, hè, zelf kan beslissen om te stoppen met de behandeling. Gaat ze ook een soort van lesgeven van hoe ga je met pijnstilling bijvoorbeeld om wanneer... Neem je die juist wel in en wanneer juist niet? En hoeveel moet je wel innemen en wanneer niet? Wanneer zou je aan het lijntje, aan de bel moeten trekken? Wanneer zouden we iets extra's kunnen bieden? Om zelf aan te geven dat je hulp nodig hebt, dat moet heel diep komen. Dat moet echt heel diep komen.